oktober 1980, precies 35 jaar geleden, zie je de Radio Jupiter de voorpagina van de Telstar. De Pijnlijkse radiozender was het doelwit van de politie, die er veel moeite voor gedaan had om de populaire, maar illegale zender het zwijgen te doen opleggen. Een van de DJ's, de nu 53-jarige Jan Zegwaard, vertelt vol trots over deze zeer spannende periode. Radio Jupiter, Jan Zegwaard. Ja, hoi. Ja. Dat is ongetwijfeld een prachtig verhaal. Dat is een jongensboek. Een jongensboek? Ja, dat is een jongensboek. Oké. Okay. Nou. Ja, dat was hartstikke leuk. Dan zijn we bij het goede adres. Ja, dat mag natuurlijk allemaal Veronica zijn. Veronica! Dit is het laatste uur. Dit is het tikken van de klok die ons zojuist verteld heeft dat het 5 uur is geweest. En dat betekent het laatste uur van Radio Veronica. Ja, dat vond ik natuurlijk prachtig. We hadden allemaal een zender hebben. En dus dat deed ik in Pijnlijker ook. Ja. En dat was hartstikke leuk. Het is gewoon een jongensboek. Eigenlijk was het meer de spanning dan dat die plaatjes draaien. Het was natuurlijk illegaal. Hè? Dus daar kon je leuke dingen doen. Radio Jupiter. Music. Nou, we zijn winnen toch? Oké. Okay. En in welke periode speelde dit? 1979. Nou, voor die tijd waren we ook al bezig. Ik woonde in de Van Houtenlaan. En ik had zo'n groot wasrek op het dak gezet. En een zender. En ik ging plaatjes draaien. Ik heb bij Gorlitz of bij Hek in Delft kocht ik een 5 watt zender. En met een accu en een voeding. En ik ging plaatjes draaien. Ik had een studiootje met wat pick-ups en dat had iedereen thuis. En toen kwam ik ontdekking dat er nogal meer van die piraatjes in Pijnakken waren. Waaronder Nico van der Zalm. En die had een heel klein zendertje, die noemde ze zelf Jupiter. Robert Das, die deed dat. Dat was de marathon, als ik me goed herinner. En uiteindelijk zijn we met z'n drieën, hebben we Jupiter voortgezet. Omdat we het toch wel leuk vonden om elke weekend plaatjes te draaien. Het was gewoon leuk, het was gewoon spannend. Nico van der Zalm is niet meer onder ons. Nee. En die woonde op de Willem de Zwijgerlaan. Ja, die woonde op de Willem de Zwijgerlaan, op de hoek. En we bedachten dat we toch maar moesten verhuizen uit Willem de Zwijgerlaan. Ook vanwege de overlast van zijn ouders, want hij woonde bij zijn ouders. En toen hebben we bedacht om dat in de caravan te halen. Bij de oude boerderij waar mijn opa ooit geboerd heeft. Dat leek ons een mooie plek. Dus wij hebben voor 150 gulden een caravan gekocht. Onder de voorwaarde dat hij wel moest komen brengen, want we hadden natuurlijk geen auto. Laat staan een trekhaak. En we hebben 150 gulden gegeven of zoiets. Ik meen in Delft. En ja, op een zaterdag afgesproken. En jawel, daar kwam hij. En we hebben het bij de boerderij afgezet. En met de trekker hebben we dat ding op zijn plek geduwd. En dat was onze nieuwe uitzendlocatie. Alle banken eruit gegooid, want daar moest ook een studio in met draaitafels en microfoons en dat soort dingen. De oude klerenkast, daar werd de zender ingebouwd. En achter was al een gezichtje, nou, en er stond een koelkastje in en dat soort dingen. En dat was de caravan. En dat is dan helemaal meteen, denk ik, op januari 1980. Ja. Nou, had je die zender gekocht in Delft? Ja. Was dat niet mogelijk om dat in Pijnlijker te kopen? Nee, dat kan niet. Nee? Nee, voor mij was dat toen een tijd nog Gorlitz. En die verkocht meetzenders. Wat ze daarmee deden, weet ik niet. Maar je kon het natuurlijk prima als een zender gebruiken om muziek te draaien. Gewoon op de FM-band. En je maakte dezelfde antenne, of die kocht je dan. En je kocht ze dan, maar eigenlijk was het illegaal, dat mocht niet. Maar omdat ding dan aan een meetzender was, dan mocht het ineens weer wel. Ja. Was leuk. Nou, je hebt een technische achtergrond? Nou, toen nog niet hoor. Toen nog niet? Nee, toen nog niet. Nee, ik zat nog op school, ik was 16, 17 jaar. Wat je toen deed, was eigenlijk een beetje gewoon lullen. Op de FM-band. En dan ging de zender aan en we zeiden CQ3 was het dan. Dit is de Noorderlijn, zo heet ik dan. Wie kan mij ontvangen? Nou, de zender uit en dan kwam er iemand. Ja, hallo, dit is de marathon. Je komt hier goed binnen.
Oh, nou, dus ik, ja, hallo Marathon. Ik zeg, je komt hier ook goed binnen. Nou, dat was ook niet zo moeilijk natuurlijk. We zaten nog 2 kilometer van elkaar af. Dus dat deden we in het begin. En op een gegeven moment zijn we steeds meer plaatjes gaan draaien. Ik heb ook begrepen, je had een bijnaam. Bijnaam in ieder geval een pseudoniem, schuilnaam. Ja, ik was Mark de Mast. Mark de Mast? Ja. Ja. En dan hadden we Joost Poos, dat was Robert Das. Dan hadden we Gert-Jan Willemsen, Adriaan Willemsen. Dat was Reino Das, was de broer van Robert, die speelde allerlei typetjes. En Nico van der Zalm was Mark Verhoeven. En Rick was Rick van Rijn, of Tony Houston, dat de twee. Ja, je kon niet zeggen van, hallo, ik ben Jan Zegwaard, want dat was illegaal. Ik heb begrepen dat een hoop piraten hebben natuurlijk inkomsten gekregen via advertenties. Ja. Reclame, jingles, noem maar op. En had Jupiter die ook? Ja, maar in eerste instantie niet. Hij kan in de Radio Jupiter tijd, die kan je onderverdelen in 2 periodes. Een periode voor de komst van hoofdadjutant Dana en eentje daarna. Ja. En dat had te maken dat die, die nieuwe hoofdadjutant, die ergens in oktober 1980 hier werd geïnstalleerd, die vond die zender volgens blijkbaar helemaal niks. Die heeft ons heel lang achterna gezeten en menigmaal hebben die ons opgerold. Maar voor die tijd had je je hotslag, hoofdadjutant, en die vond het allemaal prima. Dus wij hadden die reclames niet nodig. Ja, maar hoe weet je dan dat hij dat prima vond? Nou, hij liet ons gewoon zitten, terwijl het hele dorp huis wel wist waar zaten. We zaten aan de caravan in de Klapwijksweg. En als je heel goed op de Klapwijksweg, als je daar reed, dan zag je hem ook gewoon staan. En bovendien je zag die antennemast uit de boom steken, dus dat was niet zo moeilijk. En hoeveel uur zonden jullie uit in de week? In het begin deden we alleen op zondag. Ik geloof van 9 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds of zo. Maar we beginnen vaak ook het hele weekend uitzenden. En begonnen op een gegeven moment ook op vrijdagavond. Want de radio, je had natuurlijk alleen maar Hilversum 1, 2 en 3. Meer was er niet. En dan had je op vrijdagochtend op Hilversum 3, dus de popzender, de evangelische omroep. En ja, die zonden alleen maar psalmen uit. Dus er was op de hele radio geen stukje muziek te vinden, dus begonnen we vaak op vrijdagochtend al. Maar hadden jullie dan geen school of ja, dan ook? En... Nou ja, dat losten we heel, heel kundig op. We hadden timers. En, kijk, zo'n bandrecorder die hier stond, die kon ik op een tijdklok starten. Ook de zender ging op een tijdklok aan. En dan ging die vanzelf lopen om 7 uur 's ochtends. Dat mislukte ook wel eens een keer natuurlijk, dat de zender wel aanging, maar de bandrecorder niet. En ja, op zo'n band daar ging 4 uur muziek op. Ja. Dus ja, je kon het tot 12 uur 1 uur uitzingen. Ja. En daarna gingen we zelf een band wisselen. Zonder altijd 2 bandrecorders. Als de ene band afgelopen was, dan daarna met de andere bandrecorder ging het weer verder. Of we hadden een soort alarmschijf, een soort smijtschijf op een andere bandrecorder staan. En dan kon je de banden wisselen. Radio Jupiter. Music. Je luistert momenteel naar het geluid van een vrije frequentie. En dat betekent luisteren naar de beste muziek zonder daar maar 1 rode cent luistergeld voor te betalen. De beste muziek op Radio Jupiter. Iedere zondag weer op die vrije frequentie, de 90 MHz. Radio Jupiter. Radio Jupiter, 1 jaar jong. Jupiter had zo'n soort alarmschijf? Een smijtschijf noemen we dat, ja. Ik heb begrepen, in de volksmond ook wel de scheidschijf genoemd. Nou, die ken ik niet. Die heb je net zelfs zo verzonnen, zeker. Ja. Ik word ook helemaal niet meer serieus genomen, hè? Nee, nee. Dat is ongelooflijk. Ah, je stelt wel serieuze vragen, dus dat valt mee, meneer Bevaart. Oh, nee, gelukkig. Dat gaat goed. Ja. Nou, wil ik je graag een paar singeltjes laten zien. Oh jee. Waarbij ik dan een beetje een beeld moet krijgen of dat gedraaid zou worden. Op Radio bij... Jupiter? Ja. Nou, ben benieuwd. Ik kan me goed voorstellen. Neem rustig op je gemak een kijkje. Nou, die niet. Nee? Nee, dat is Manuela, Jacques Hemp. Zoek maar uit wat eventueel wel gedraaid zou worden. Dit is Stapeltje niet.
Mijn opa ook niet. Dat is 1967. Leen Jongewaard. Glaasje op Laak Rijden. Hij heeft nog wat leuks meegenomen, want dit lijkt helemaal ergens op. Ed en Willem Bever, ook op het straatje. Nou, Ramse Safi zal een keer gedaan zijn. Els de Wijn, kijk niet eens. Tol Hansen, Big City, ja. De dijk is na de Jupiter-tijd. Hans de Boy ook. Ik word van de pik. Geen bier, maar karnemelk. Nee, dus. Chef van Oekel. Ik ken iemand die is verzot op dit plaatje. Ja. Ton van der Meer, die ken ik niet eens. Beetje vent wordt geen agent. Nou, dat ja. Nou, het is Vera Lynn, ja, dat komt uit de Tweede Wereldoorlog. Cor Stijn. Nou, leuk dat hij piano speelt. Orgel. Alamo misschien. Frank Sinatra, dat wel geraakt. Ja, was wel een beetje van de rockkant. Nee. Nee, volgens mij. Ik heb volgens mij nog een stukje van mezelf kunnen vinden. Ik zou niet weten wat dit is. De Trinity luisteraars denken nog niets in Nederland. Verbaas me, ik vond het wel een aardig plaatje destijds. Het is alweer een paar jaar geleden. Draai nog hier op Master Radio. Jupiter Radio, het is 4:30. En deze, in ieder geval Maywood. En Give Me Back My Love. Afdeling foute muziek. Ik weet het niet. Jij zegt het. Nou ja, dit draai ik dan wel eens. Ja. Dit was een stukje. Dat is het enige stukje wat ik nog heb, volgens mij. Een cassette gevonden met een stukje van mezelf. Maar. Er is weinig bewaard gebleven. Ja. Door reclamespots, dat soort dingen. Ja. Die wel. Die hebben nog een paar. Laat me dat zeker horen. Even kijken. Dan moet ik even. Een ander stukje opzoeken. Je merkt dat mijn stem een beetje af laat weten, ik ben een beetje verkouden. Even kijken, Double D, Robert. Double D is het geschikte adres voor Jodel 40 en Tipperaden platen. Alle hits, tips en top 50 LP's altijd in voorraad. Double D is voor popfanaten. En op de geluidsafdeling vind je tuners, pickups, versterkers en audiorecs voor zeer scherpe prijzen. Kom gerust eens langs voor wat inrichtingen. Double D op het Emma Park 104 in Pijnakker. Double D voor dubbele kwaliteit. Laat ik hem weer een keer. In de jaren 70 kon ik plaatjes kopen bij Notenboom. Ja. Plundersnaam, nu ja. Café het Hoofdkantoor. Ja. En bij Vurens op de Kerkweg, waar nu dat Griekse restaurant zit. Dat weet ik niet. En waar haalde jij dat plaat vandaan? Dubbel D. Ik wist niet dat jij zo'n singles had. Je weet zoveel, Leon. Nee, dat is misschien maar. Ja, Ryan Pearce, een zomerhit uit 84 of zo. 83, 84. Ja, dat draaide niet op Jupiter, maar ik heb in mijn latere carrière heb dat wel gedraaid. In ja. Rotterdam, uiteraard. Crying, ja. Holy shit, dat is helemaal. The day that Curly Billy shut down Crazy Sammy Hee. Ja, dat komt er vlot uit. Ja, maar dat was echt een plaatje die alleen maar vanwege die schitterende titel moest draaien. Jefferson Airplane, White Rabbit. Ook leuk. Your Lady. Ja, nee. Nee, dat was Linda Emerson, Rose Garden, dat werd wel gedraaid. Mingo Jerry in the Summertime, absoluut. John Miles. Ook Jupiter tijd, ja. Mark Clark Band, War Down Piano, werd ook gedraaid. Ricky Lee Jones, Chuck Is In Love. Een mooie kat. Ja, die denkt, ik kom er eens even bij. Ja? Volgens mij loopt hij door het beeld heen. Kom eens even hier. Hij wil. Ja, hij vindt het best wel mooi, hè? Hot Chocolate. 63. Don't Believe Me This Way, Delma Houston. Ja, Sarita. Billy Preston. Sarita was voor mij de vrouw van Stevie Wonder. Ja? Billy Swan, I Can Help, werd gedraaid. Minnie Riperton, Loving You. Leuk. Rubets. Jukebox Jive. Ja, dat is leuk. Dat werd helemaal gedraaid. Nazareth, Rod McGill, Soldiers for Once a Week, Euro, werd gedraaid. Gilbert O'Sullivan werd gedraaid. Carly Simon, ja,
Billy Joel, Janis Ian, Fly Too High, volgens mij oude smijtschijf. Ja. Deze ken ik niet. En Peebles, I Can Stand the Rain. Ja, oh, die ken ik wel van Eruption, denk ik. Latere cover, ja. Peter Maffay. Nou, doe. Dat heb ik niet. Stars in 45. Dat hebben we wel. Commodore Night Shift. Is na die tijd. Frank Duval, Angel of Mine. Dat is een beetje Duits, hè. Ik weet het. Unknown, weet ik niet meer. Temptations. Dat werd toch wel uit de suite. Nee. Sweet niet. Nee, dat werd niet gedraaid. Dave Barry. Ja, we hadden natuurlijk ook wel eens een programma met Gouden Ouwe. En het was natuurlijk ook wel zo, als je natuurlijk elke week een programma maakt met Gouden Ouwe. En dan werd het toch wel een kostbare zaak om voor elke week allemaal Gouden Ouwe jingeltjes, singeltjes bij elkaar te verzamelen. Dus eigenlijk kochten we vaak verzamelen LP's. Zo'n 10, 20. En dan maakte hij dan programma uit. En eigenlijk was je muziek een beetje afhankelijk wat op je verzamel-LP stond. Rick. Dus die had een stuk makkelijker als hij. Die nam ze wel van de zaak bij. Maar het, je ziet die set. Maar Bellamy en Jane Brown. En Martha Reeve en de Vandellas. Nou, die zou ik zo willen draaien. Nowhere to Run. Maar ik heb geen plaats meer. Ongelooflijk. Nee, ik heb... nee, ik had er nog één. En die heb ik een jaar of 10 geleden maar bij het vuilnisbak gegooid. Die is weg. Daar heb je geen spijt van? Nee. Ik had denk ik 2.500 singles of zo. En die heb ik ook allemaal weggedaan. Allemaal verkocht? Ja, voor een scheidprijs. Wat moet ik daarbij voorstellen? Ik geloof 100 euro. En dan is het ongeveer 2.500? Ja. Ja. En die man is eigenlijk middag bezig geweest om dozen dat allemaal weg te halen. Nee, ik had er niks mee. Elke keer dan moest er weer wat in het huis veranderd worden. Er stonden al die singles in de weg. En dan moesten ze weer, eerst gingen ze om de schuur. Toen zijn ze naar de eerste etage. En later een zolder. En toen was ik het zat. Nou, ik weet niet wat Andy Warhol erop doet. Ze heet dat nummer. Oké, het gaat over Andy Warhol. Ja. Ik ken deze dame niet. Ze ziet er wel appetijtelijk uit, maar... Ja. En ik denk dat je deze dame wel kent. Ja, uiteraard. Dit is een van mijn favorieten. Ja? Lindsay de Bol, Sugar Me. Dat was een gaaf plaat. Volgens mij vraag jij nog wel eens aan als jij in de horeca bent. Ja, inderdaad. Dus ze vragen nou, ik zeg, doe ze een leuke ouwe. Dan zeg ik, nou, doe Lindsay de Bol, Sugar Me. Vrolijk, hè?